Nederlandse oorlogsbruiden op de boot naar Canada. Na 6 jaar eindelijk weer een echte Holland-België. Soldaten naar Indië om de opstand te onderdrukken. Nederland kan weer onbekommerd kamperen. Voor dakloze gezinnen komen 6000 noodwoningen beschikbaar. En de Willem Barents gaat naar de Zuidpool op walvisvangst. Tijdens de bezetting is koningin Wilhelmina het symbool van het verzet. Terug uit Londen belichaamt ze de bevrijding. Een 250.000 Nederlanders heeft de oorlog niet overleefd. Een spoor van verwoesting trok door het land. Op de valreep zijn de havens van Rotterdam en Amsterdam nog door de Duitsers vernield. 1 op de 5 woningen ligt in puin of is zwaar beschadigd. Fabrieken zijn leeggeroofd, wegen onbruikbaar en treinen voor een groot deel verdwenen naar Duitsland. De eerste naoorlogse maanden overheerst een schijnbaar geluk. Men kan vrijuit praten, gaan en staan waar men wil. Iedereen hoopt op eendracht en rechtvaardigheid. 5 moeilijke jaren zijn voorbij. 10 magere staan voor de deur. Meteen na de oorlog, wat is dan je eerste herinnering? Moet ik even denken. Schoenen? Die waren er helemaal niet. Je had een soort houten plankjes met bandjes eraan waar je op liep. En je moest ook uren in de rij staan voor alles en ook voor de schoenen. Er stond werkelijk een kilometer rij. En mijn vader die kwam dus thuis uit de oorlog en die had heel veel sigaretten meegenomen. En die zei, ik ga daar niet voor in de rij staan voor schoenen voor jullie. Dus die is gaan ruilen. En toen kregen we schoenen en die zagen er... Weet ik nog heel goed, die waren blauw met wit. En daar zaten ribbeltjes hakken onder. En volgens mij was het een soort geperst papier of karton, zoiets. Want als het regende, dan lieten ze hem wel ergens een beetje los. Je kreeg een stelletje bonnen. Die werd uitgereikt door een distributiekantoor. Maar ik heb ze nooit kunnen realiseren. Want er was toen niks, toen ik echt aan de beurt was. En vooral linnengoed, hè, dat is zo... armoedig als je voor een lege linnenkast staat. En als jong meisje heb je dat toch als ideaal, hè? Dat als je trouwt dat je een linnenkast hebt, maar dat kon je wel vergeten. Je voelt me om een linnenkast te zien. Nou, kijk, ik denk dat alle oude mensen dat hebben. Dat zijn tikken van de oorlog, linnengoed en kleren. Ja, die naai ik allemaal zelf, dus voor een... En dan heb ik nog een tik, ja, dat is zeep. Moet je horen, kan me niet gebeuren. Kijk. Ik heb altijd een hele voorraad zeep. Misschien als ik 100 jaar word dat ik er nog zeep genoeg heb. Maar zeep is voor mij een vorm van echt van welvaart. De Amerikaanse vakbeweging is solidair met het Nederlandse volk en stuurt zakken vol hulpgoederen. De Nederlandse zusterorganisaties zorgen voor de verspreiding. Ik vind het mal als jij zegt schaarste. Want zo ervoer ik het niet. Het was steeds luxe wat je kreeg. Het feest van wit brood. Jo, kind, ik wist helemaal niet meer hoe dat eruit zag. Wit brood. En bijvoorbeeld pindakaas. Daar kan je nou misschien om lachen. Maar we... Ja, ik wist niet wat pindakaas eigenlijk was. En toen kwam die pindakaas en dat vond je fantastisch. En chocola, wat denk je daarvan? Een 800-tal kinderen van verschillende scholen kreeg deze dagen in Den Haag van de CARE wat extra's. De CARE is een Amerikaanse instelling die legerpakketten aankoopt en verstuurt naar de hongerende landen van Europa. En hoewel bij ons gelukkig de ergste nood gelenigd is, waren de kinderen vanzelfsprekend blij met wat ze kregen. Opgetogen renden ze de school uit om thuis in geuren en kleuren van het feest te gaan vertellen en te laten zien wat ze zoal meebrachten. Armoedig. Maar allemaal, iedereen had niks eigenlijk. Jurken gemaakt van moeders jurken. Maar moeder de jurk was ook niet zo geweldig meer na 5 jaar. Dus het zag er allemaal niet uit. Zag jij er goed uit of zag je er nog armoediger uit dan de andere kinderen? Nee, ik zag er wel goed uit.
Vergeleken bij sommige kinderen waren dus hele grote families. Die hadden dus helemaal niks. Na de vrede slaat de vermoeidheid toe. Vooral de huisvrouwen zijn aan het eind van hun krachten. Nu het ergste voorbij is en de kinderen weer te eten hebben, mogen 5000 moeders op kosten van de Amerikaanse vakbeweging op verhaal komen in de bossen. Streven na de oorlog was eigenlijk dat je zo snel mogelijk hier weer normale toestanden kon krijgen. Het was natuurlijk ook erg belangrijk om weer die gouden contacten met het buitenland te hebben. En dat viel in het begin tegen. Dus je had eigenlijk niet veel tijd om te gaan zitten denken, wat is mijn streven nou? Je kon aan de gang gaan en dat was heerlijk. Dagenlang is het groot nieuws. Het vertrek van de Willem Barents naar de Zuidpool. Zo begon het. Een zonnetje kon er niet af. Het regende op deze herfstdag. En toch is het een zonnig moment. Een moment dat onze harten even sneller doet kloppen. Daar vertrekt immers niet alleen een walvisvaarder. Daar vertrekt een symbool. Een symbool van Nederlands energie en werklust. Van Nederlands kunnen. En van Nederlands wil om zelf de kastanjes uit het vuur te halen. Dat betekent in dit geval zelf het vet uit het water halen. Vet dat we zo hard nodig hebben kost ons veel deviezen. Die gaan we nu besparen. Aan de andere kant kunnen wij ook. En door de bezetter was de veestapel weggesleept. Het laatste oorlogsjaar staat nog bekend als de hongerwinter. En eigenlijk in die hongerwinter, toen zijn eigenlijk die plannen gerijpt om te komen weer tot een walvisvaart. Het hoofdproduct was traan, walvistraan. Dat is de basis voor de margarine. En de tweede soorten, iets rodere soorten, dat gebruikte men voor de zeepindustrie. Niet zo dik smeren, Jan, zegt moeder. Zoveel boter hebben we nog niet. Ja, al is er veel verbeterd, we hebben nog niet van alle artikelen volop. Boter en vet kunnen de meeste moeders maar al te best gebruiken. Maar er wordt aangewerkt. Een oud-Nederlands bedrijf gaat weer herleven. De walvisvangst. Het heropenen van de walvisjacht lijkt iedereen zo vlak na de oorlog een goed idee. Het walvisvlees wordt verwerkt tot olie, margarine en zeep. En daar bestaat een enorm tekort aan. Zoals aan alles eigenlijk. Levensmiddelen, kleren, brandstof. Aan de vooravond van de strengste winter sinds bijna 200 jaar... zit 1/3 van de bevolking nog zonder kolen. Ook gas en elektra zijn nog schaars. Een kruideniersfamilie uit Zaandam probeert weer orde op zaken te stellen. Er stond heel weinig in, want er was heel weinig in die tijd. Een van de dingen die erin stond was smalsco, een koffiezuurgaatmiddel. En dat vonden we toen erg lekker. Ik denk dat je het nou niet meer moet proeven. Allereerste was natuurlijk kijken of je die spullen, die de levensmiddelen, of je die weer kon krijgen. Dus uit het zuiden, uit Brabant kwam natuurlijk wat, er werd uit Engeland veel gestuurd. En dus de opbouw van het eten kwam weer op gang. En er was natuurlijk nog distributie. Dus mensen moesten met bonnetjes niet betalen, maar je had bonnetjes nodig om boter of margarine of meel, suikerwerken te krijgen. De distributie is een bron van ergernis. Letterlijk alles is op de bon. Nederland rekent zich arm. Iedere klant had een klantkaart en er stond dus een naam op. En je had een bonkaart met aardappelenbonnen en groenten. En dat, ja,
dan kwam iemand dus aardappelen halen. De ene dag had je 2 kisten of 3 kisten andijvie. En de volgende dag had je 3 kisten spinazie. Dus die dan de ene dag andijvie had, die kreeg niet de volgende dag ook weer spinazie. He, want dat moest je een beetje verdelen. De uitkijk klimt naar het kraaiennest. We stormen langs de bergen, soms door de ijsveld. Ieder ogenblik kan er een walvis boven komen om een luchtje te scheppen. En dan moet snel worden toegeslagen. Het is zover. Walvis in zich. 90.000 pakjes margarine, 100 meter vooruit. Wij erop af. De kapitein is ook harpoenier, maar hij kan niet tegelijkertijd schieten en sturen. Spanning leeft in de gezichten. Ja! We hebben een walvis gevangen. De eerste. Een blauwe. Een groot vetreservoir. De eeuwenoude strijd tussen mens en dier om het bestaan is weer gestreden. De kleine mens met zijn techniek is winnaar. Het tragisch grote dier verliezer. Hoeveel walvissen werden er geslacht op een dag? 3 in een uur. 60 is wel een heel groot aantal hoor op een dag, maar dat hangt ook van de vangst af natuurlijk. Ja. Hè? Maar de capaciteit was wel om 60 walvissen op zo'n dag. En dat is een halve borstkas, 5 ton. Hoeveel bloed zat er nou in een walvis? 8000 liter, ja. Zo'n beetje. Ja, bloed, dat liep de spuigaten uit. Ja, zo is het. Dat is echt zo. Zo is het ook, hoor. En daarom hadden we een heel rood spoor achter ons. Ja. Ja. Maar wat u zegt, dat gladde dek, dat was gevaarlijk, hè? Maar je had onder de hakken alleen had je driehoekige plaatjes met punten eraan, hè? Anders konden ze er niet op staan, hè? Anders glij je in de potten. En we hadden op dit schip de 19 kookpotten. Met 2 gaten, dus deksels aan iedere kookpot. En iedere kookpot was 35.000 liter inhoud. Kunt u er even een voorstelling maken? Ik kwam een keertje op kantoor langs. En mijn vader die zei, zeg, ga even naar de keuken toe en proef een stukje vlees daar even. Ik zei, wat is er dan met dat vlees? Nee, er is niks met dat vlees, maar proef het nou even. Dus ik naar de keuken en daar stond een prachtstuk roastbeef. Ik heb daar een stukje afgesneden en geproefd, nog een stukje afgesneden, nog geproefd. En nou, het smaakte uitstekend. En dus ik terug naar zijn kantoor. Ik zei, nou, ik heb het geproefd. Wat is er nou met dat vlees? Er zit niks, het is walvisvlees. En we mochten in die tijd geen vers vlees verkopen. Dus de enige manier om er wat mee te doen was er een soort vlees in blik van te maken. En dat is een jaar, geloof ik, redelijk goed gelopen. Zonder ervaring begonnen hebben ze bijna 800 walvissen gevangen en meer dan 12.000 ton traan geproduceerd, nodig voor zeep en margarine. 12.000 ton, die we nu niet uit het buitenland zullen hoeven kopen. Voor 13 miljoen gulden bespaard aan deviezen. Want behalve dat er geen vetten, geen voedsel meer was, hadden we bovendien geen... Deviezen, buitenlandse valuta. De distributie wordt op grote schaal ontdoken. Ook na de bezetting verdienen zwarthandelaars nog een vermogen met prijsopdrijving en het vervalsen van distributiebonnen. Alleen al in Amsterdam neemt de politie in 1946 300.000 sigaretten, 14.000 kilo vlees en 2240 paar dameskousen in beslag. Het is een fractie van wat er op de zwarte markt omgaat. De overheid doet er alles aan om lonen en prijzen stevig in de hand te houden. Loonsverhogingen zijn verboden. Voor de wederopbouw is het belangrijk dat het bedrijfsleven zich zo snel mogelijk herstelt. Voor de werknemers geldt, zuinig aan en de schouders eronder. Maar niet voordat de geldhuishouding ingrijpend is gesaneerd. Dat wordt de taak van een sobere hoogleraar uit Rotterdam. Professor Piet Liefdink, de eerste naoorlogse minister van Financiën. Landgenoten, dit filmjournaal heeft de bedoeling om het regeringsbeleid op een der meest aangelegen punten nader tot u te brengen.
tot de maatregelen die voor het herstel van ons land onvermijdelijk zijn, behoort de lang verwachte en door de regering zeer gewenste geldzuivering. De beperking van de geldomloop dient om te verhinderen dat door een overmaat van geld niet loyale elementen de beschikbare goederen aan de markt ontdekken, terwijl mensen met kleine vaste inkomens hierdoor worden gedupeerd. Het belang dat ermee gediend wordt is echter oneindig veel groter dan het ongemak. Nou, dit was één keer een overgangsmaatregel en dat was natuurlijk om zwart geld te boven water te krijgen. En toen waren we allemaal even rijk of even arm. Maar dat is natuurlijk maar één keer geweest. En wat vond u van die maatregel? Ik weet niet of het wat opgeleverd heeft. Ik denk dat die zwarthandelaren al lang andere maatregelen genomen hebben om hun geld veilig te stellen. Je moest al dat geld moest je inleveren bij de bank. En dan werd dat dus na je belasting, wat je zo voor de oorlog betaald had, werd er gekeken welke winst heb je in de oorlog kunnen maken. En daar kreeg je geld. Maar je werd door zwarthandelaren, werden toen die jonge meisjes, ik ook, wel een hoop geld aangeboden. Als je dat wou witwassen, nou dat heb ik ook nooit gedaan. He, want ik denk altijd, iedere zwarthandelaar, dat is nou nog, die profiteert van een ander zijn ellende. He, en degene die geld heeft, kan alles kopen. En degene die geen geld heeft, die kan niks kopen. Elke morgen als ik opstond, dan zat ze met een papiertje en een boekje voor haar. En dan maar tellen en maar rekenen. En dan wat er die dag dus gegeten zou kunnen worden en wat er gehaald werd. Wc-papier, dat was er helemaal niet. Er was geen wc-papier, er was krant. Er waren kranten, die werden van die vierkante stukjes zo geknipt. Een hele stapel. En er werd een veter doorheen geregen. Dat werd dan zo in de wc gehangen. Dat was natuurlijk niet zo prettig, maar goed, dat was er gewoon nog niet. Tot grote schrik van zwarte handelaren en prijsopdrijvers wordt Den Haag bij verrassing overstroomd door een groot aantal ambtenaren van de prijsbeheersing, die bij verschillende bedrijven en winkels een uitgebreide controle zullen uitoefenen. Wij waren in de gelegenheid om de controleurs op hun tocht te vergezellen. En zo zijn we hier in een grote kruidenierszaak, waar alles grondig geïnspecteerd wordt. Bij de controle blijkt dat het grootste deel van de middenstanders zich wel degelijk aan de prijsvoorschriften houdt. Naast deze groep, die dus aan de opbouw van ons land medewerkt, zijn er echter ook zwakke broeders, die aan de verleiding om extra te verdienen geen weerstand kunnen bieden en die bij de controle onherroepelijk tegen de lamp lopen. Zoals deze textielhandelaar, wiens goederen in beslag genomen worden. De handelwijze van deze mensen is natuurlijk af te keuren. Maar het publiek, dat vaak elke prijs wil betalen, treft ook een grote schuld. Je kon je geld wat je had ook niet aan die zwarte handen geven, want je had toch immers niks. Je moest toch je huur betalen, je moest toch je andere dingen. Dus er bleef om iets te kopen in de zwarte handel, bleef niks over natuurlijk. Als ik een oud boek pak en ik denk dat misschien de avonden 3,75 kostte. Maar het was toen veel geld. Het was bij ons in het gezin geen luxe en eigenlijk bij niemand van die kinders met wie ik omging was het geen luxe. Maar ja, het is niet zo dat je nou, als ik nou denk, goh, dat is uit en ik ga dat kopen. Dat was zo, was dat niet. Je moest er wel even over nadenken en we leenden het aan elkaar. Drie die willen kopen, wat maar één kan halen. Hup, daar gaan de prijzen. En wie zal dat betalen, zoekt de lieve meid. Iedereen vraagt opslag. Meer loon of salaris. En denk dat het zaakje daarmee voor mekaar is. Maar dat gaat zo door. En dat is nou inflatie. Een strop voor uzelf en een ramp voor de natie.
Mijn man was bij scheepsbouw als reparatie. En altijd zwaar werk en ook overwerk. En wilde je wat, ja, ik noem maar kinderen, schoenen of de kool in het hok met oktober. Nou, dan werd er zaterdags en zondags gewerkt. En niet een klein beetje, maar heel hard. En, alle werven werken op volle capaciteit. En ze werken niet alleen voor Nederlandse rederijen, maar ook zeer veel voor buitenlandse rekening. In vele landen heeft men zich de zeer goede hoedanigheden van de Nederlandse schepen herinnerd en besloot men tot bestellingen bij onze werven. Dat die mannen op die bedrijven in de bouw en de scheepbouw moesten knokken. En niet alleen knokken, maar ook staken voor luttele centen per uur. Kun je nou haast niet meer voorstellen. Dat had je net nodig om te kunnen drijven. Niet eens om je goed te kunnen bewegen in de maatschappij, maar om je hoofd boven water te houden. En die strijd werd hard gevoerd? Die werd hard gevoerd. Reken maar, reken maar. En de bonden die natuurlijk soms de arbeiders in de steek lieten en soms er wel achter stonden, maar die mensen hebben echt moeten knokken voor wat we nu allemaal heel vanzelfsprekend vinden. We hebben altijd ontzettend veel meisjes in de fabriek gehad. En dat was ook, er was een heleboel fijn werk bij. Wat die meisjes, ja, nou erg goed lag. En we hadden ook veel gezinnen waar ook veel meisjes graag aan het werk gingen. En de meisjeslonen waren ook lager dan van de mannen. En dat maakte natuurlijk ook speelde ook een rol. Dat je daardoor nou ja, producten kon maken waar je aan het eind ook iets aan overhield. Ik heb nog bij een brillenzaak gewerkt. En daar moest je dus een soort brillen slijpen in een keldertje. En dan kwam ik thuis en was ik of ik een kolenbootje gelost had. Helemaal zwart. Want die brillen, dat slijpsel van die brillen. En wat heb ik nog meer gedaan? Wat verdien je dan bij zo'n winkel? Nou, waarschijnlijk iets meer, 2 gulden, denk ik. In plaats van die 1,50 die ik als dienstmeisje had. Vrouwen zijn onmisbaar op de arbeidsmarkt. Maar als ze trouwen, is het afgelopen. Een getrouwde vrouw mag niet werken. Wie de eindjes aan elkaar wil knopen, moet bijverdienen. Als naaister of als dienstmeisje. Er gingen 's morgens vroeg hele trammen vol met allemaal vrouwen die uit werken gingen in Zuid en overal, in de Polenlaan. Hè. En die kwamen om 5 uur terug. Hè, want die moesten de hele dag werken voor een Riksdaalder. Hè. En dan, als ze dan zo vrijdags of zaterdags hun geld gekregen hadden, nou, dan betaalden ze. Maar als zo'n kind van die mensen ziek was en ze konden niet uit werken gaan, dan werd er ook niet doorbetaald. Dus dan misten die vrouwen dat geld. En dan moesten ze wel poffen om dat met een kwartje en 2 kwartjes af te betalen. He, want we doen nou net alsof we het zo rijk hebben al gehad, maar zo was het niet hoor. Het was heel gebruikelijk hoor. Ik vond het wel erg als je bijvoorbeeld op donderdag echt geen geld meer had. Je moest dan naar de winkel omdat je dat het echt op was. Dat vond ik dan wel vervelend. Wat mijn ex-man verdiende, dat was 53 gulden in de week. En daar moest dus alles van, want ik had niks dus. Hè. Moet je voorstellen, als je trouwt en je begint op zo'n manier dat je niks hebt. Dus alles moest op de pof gekocht worden. Maar dat ging wel beetje voor beetje. Dus eerst een kast en dan weer een tafel met stoelen. En nou, dat moest aanbetaald worden. Dus jij ging zelf wel poffen? Ik ging zelf wel poffen, ja. Ik had daar niet zo moeite mee. Dat was ook in die tijd voor jonge mensen, was dat normaal. In overleg met de Stichting van de Arbeid zijn de lonen verhoogd in verband met het gestegen prijsniveau. De laagste lonen het meest. Ook de kinderbijslag is verhoogd en uitgebreid over de eerste 2 kinderen. Bovendien heeft tegenwoordig bijna iedere arbeider recht op 12 dagen vakantie gekregen. Nederland heeft nog met vele moeilijkheden te worstelen. Maar gezegd mag worden dat de nieuwe en betere rechtsorde van de arbeid geleidelijk verwezenlijkt wordt. Was er veel armoede? Ja, ja. Stille armoede en toch waren de mensen allemaal netjes. Er liep nooit eentje met smerige kleren op straat of met gescheurde kleren. Want als zat moeder zijn kinderen naar bed ging, dan werden ze kleren gewassen. Hè, en droog gestreken desnoods. Nou, dat was een verschrikking. Want dat ging, hoe koud dat het ook was, dan werd er zaterdagavond werd de hele was bij elkaar gegrijd. Dat was dan de witte was in dit geval. En de bonte was ging apart. Ging in de soda.
En dat werd er de andere dag uitgedraaid met zo'n wringer. En dan werd het in een hete sop gezet. Dan kreeg je sunlight zeep. Een gewone Nederlander zei sunlicht. En sunlight zeep, en die smolt je dan. En dan had je een emmertje met zo'n klodderige toestand. En een wasketel. En daar duvelde je zo'n hand met van die klodderige troep in. En je smeerde de erge vlek een beetje aan. En dat kookte. En dan moest je tijdens het koken natuurlijk ook nog een keer omdraaien. Want anders was je onderste goed kwam dan met schroeivlek. Ja, en boenen met een borstel en een plank. Hè? Nou, en dan uitspoelen voor de bibsjes, je weet wel. En dan, dan had je, dat was de was, dat moest elke dag gebeuren. En dan eindelijk, dan kon je het ophangen. En dan had je, dan was een wasdag, nou. De keuken was dan, nou ja, een werkplaats gewoon, alleen voor die was. Een eigen woning voor ieder gezin is het ideaal. 1 op de 8 huishoudens heeft geen eigen dak boven het hoofd. 20 mensen op een trap is de normaalste zaak van de wereld. Wie trouwt, woont eerst in. Een eigen bed is al een luxe. Er waren dus geen huizen. Toen ging ik dus bij mijn oma in huis. En als je dan nagaat dat als je over een huis spreekt, dat was een 3-kamer. Maar dat was net zo groot als mijn hele kamer hier. En een piepklein keukentje. En dan sliep opoe, sliep voor. En wij en de bedstee, want dat was er, was in 2 gedeeld. En de ene helft had zij en de andere helft hadden wij. Want er zijn wat ontberingen geleden, hè? Want op die zolderkamer zaten ook overal mensen met 2, 3 kindertjes. Hebben jaren moeten wachten op een woning, hè? Voordat de huizen gebouwd werden. Niet iedereen wil op betere tijden wachten. De welvaart van de wijde verte lonkt. Avontuurlijke en wanhopige Nederlanders wagen het erop. Hele families emigreren naar Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Zuid-Afrika. Het was een erg druk die zaterdag op de terreinen van de Rotterdamse Lloyd. Dat kon ook haast niet anders, want voordat er 1600 emigranten zijn ingeschreven, waaronder maar liefst 225 kinderen van klein tot groot, komt er het een en ander kijken. Er waren grote gezinnen bij, zoals dat van de heer Van den Heuvel uit Deurne, die met 12 kinderen de reis maakt. Zij gaan naar Nieuw-Zeeland en met hen nog een aantal anderen. Er waren mensen die dus geen werk hadden of veel te weinig verdienden. En het ging toen toch nog stap voor stap met die opbouw. En je moet rekenen, dat was nou niet zo gek. Want vlak na die oorlog, Canadese familieleden of Australische familie die daar al lang woonden, die stuurden pakketten. En daar zaten jurkjes in en nylonkousen, nagaan nylonkousen. Dat soort geweldige dingen. Dus het was voor ons toen, die landen, het paradijs. Je zag groentewinkeltjes sluiten en mensen stonden dan van, nou, we gaan weg. En het waren jonge mensen dus allemaal. Die zeiden van, we gaan daar het grote geld verdienen. Want ze zagen het allemaal niet zo zitten. Ja, dat gebeurde dus heel veel. Er werd ook veel gehuild in die tijd. Want je zag die mensen ook, die je dus je leven lang al gekend had, zag je dus weggaan. En nooit meer terugkomen in feite. 1600 mensen die om verschillende redenen en door verschillende omstandigheden de reis aanvaarden. Wij wensen hen goede vaart. Midden jaren 50 wordt er hard aan de wederopbouw gewerkt. Huizen en fabrieken vullen de horizon. Hoed af voor elke nieuwe brug of weg. Het handelsverkeer komt weer op gang en ingenieurs werken aan een blauwdruk voor de toekomst. Ja, dat deed je natuurlijk met heel veel mensen, hè? We moesten een boel geld investeren om de hele televisieontwikkeling aan de gang te krijgen. Want daar waren de Amerikanen ons natuurlijk toch wel een beetje voorgekomen in die tijd. Dus, en daar heeft de regering ons geweldig mee geholpen. We hebben toen geloof ik 98 miljoen of 105 miljoen, ik weet niet precies. Maar ongeveer dat bedrag hebben we toen gekregen als een startkrediet, laat ik maar zeggen. Hij is in maart 1952 begonnen met zijn eerste zelfontwikkeling in Schiedam.
ja, de klant moest natuurlijk wel erg aan wennen aan het fenomeen dat ze het zelf mocht doen. Wij geloven in de ontwikkeling van grotere winkeleenheden. Ten eerste omdat de consument apprecieert het winkelen in één winkel voor haar dagelijkse levensbenodigdheden. En ten tweede omdat de levensmiddeldistributie beter plaats kan vinden in grotere eenheden. We kunnen daar namelijk door werkmethodeverbetering enzovoort enzovoort een efficiëntere distributie mogelijk maken. Degene die dus het beste aan de eisen van de consument en de eisen van de moderne levensmiddeldistributie voldoet, die zal zich staande kunnen houden. We stonden 's morgens om 6 uur op, 's zomers om 5 uur, want dan gingen we maar naar de markt toe. Dan deed ik mijn huishoudelijke werk. En dan ging ik naar de winkel toe. Inmiddels hadden we dus een grote machine gekregen waar je groenten in kon schoonmaken. Snijden, rode kool snijden, andijvie snijden. Dus in de winter hutspot met zo'n soepgroentekutter bovenop. En soepgroenten, maar dat moest wel allemaal schoongemaakt worden. Dus pijn in mijn handen. Dat je verdiende niet voor het werk wat je deed. Dan had ik ook wel gesprekken met klanten en die dan zeiden tegen mij, ja, maar Hein, als u er zelf een winkel van maakt, dan kom ik niet meer bij u. He, want dat is niets voor mij. Dan zei ik altijd, ach mevrouw, doe me een lol. 1 keer komt u. He, en als u dat niet leuk vindt, ja, dan ben ik een klant kwijt. Dat deden ze dan ook meestal wel. En dan vroeg je natuurlijk, als je diezelfde klant weer zag, van, en mevrouw, hoe vindt u het? Ja hoor, ik vind het best aardig. Alleen, ja, je koopt zoveel meer. Ik zeg, mevrouw, bekijk het de andere kant. U vergeet zoveel minder. Er is weer zoveel te koop dat het boodschappenlijstje terugkeert. De eettafel wordt weer het middelpunt in huis. Er is weer tijd voor gezelligheid. Schuko-auto's razen om de tafelpoten. Er komt een snoepje van de week. We lachen en huiveren bij de radio. Bonte in zijn avondtrein. Negenheid klok. Hoorspelen, Paul Vlaanderen, je had Spookhuis, wat we heel spannend vonden. Ja, je zat alleen maar gekluisterd aan die radio, dat vond je geweldig. En wat zongen jullie thuis? Mijn huipje, dat is er maar alles. Het is een van die liedjes die mijn moeder altijd zong, dat mijn vader bij de marine was. Dat was en mijn huipje, dat is er mijn alles. Me toerelen doet van plezier. En je moet me eens zien als er bal is. Hoe ik dans met mijn marionier. It's a lovely day today. So whatever you got. U kent ze natuurlijk van de radio. Teddy en Henk Scholten. Een gelukkig paar. Met een opgewekt gezicht ruimt ze ook deze asrommel op. En zelfs de kringen op het mooie tafeltje poetst ze met een liefdevol gezicht eruit. En wat zegt ze? Het is niet erg hoor, schat. Die kringen zijn er zo weer uit. Ja, heren. Zo had u het ook kunnen hebben. Of zo kunt u het nog krijgen. Nog is het niet te laat. Want ik gaf mijn vrouw op onze trouwdag, behalve het bruidsboeket, een Sola-cassette. Een Sola-cassette. Gegarandeerd voor uw leven. Ik geloof dat je voor een tientje een deusje volk een hele dag kon huren. En dan gingen we tochtjes maken. En de kinderen kregen met de verjaardag kregen ze een bon. Tientje. Huren van een deusje volkje was een heel groot cadeau. Nu klinkt dat ach. Het is onzin. Het was enig. In 1959 is ons laatste kind geboren. En dan heb je 6 kinderen. En dan heb je geen welvaart. Dan heb je gewoon het beter als dat je vroeger had. En dat is welvaart. Maar om nou te zeggen, we gingen bijvoorbeeld met de kinderen op vakantie naar de Kennemerduinen in een tent. En ja, dat was al heel wat, dat de kinderen niet in de straat hoefden te spelen. Nu zullen de Duvals zich gaan voegen bij een veel grotere familie. Een familie die bestaat uit de 50 miljoen televisiekijkers in Europa.
Dit geschenk zal zijn horizon verbreden, zoals het ook de onze verbreedt. Een venster op de wereld. De televisie, dat zat helemaal, ik zou wel zeggen, in de lucht niet alleen, maar dat kwam ook in de huiskamers en overal. En het was natuurlijk ook belangrijk dat wij de techniek daarvan goed onder de knie kregen. En dan denken we in de eerste plaats aan de beeldbuizen. Dus hebben we een beeldbuizenfabriek, een glasfabriek en alles wat daarmee te maken had. U bracht de televisie op de markt en tegelijkertijd werd ook de soberheid gepredikt. Ja, maar het ene maakt het andere eigenlijk mogelijk. Als je wat overhaalt, dan kon je een televisie krijgen. Dus ja, het was echt in. En als je dan later nog voetbalwedstrijden kon volgen vanuit het buitenland, die je gewoon op je televisie kreeg. Nou, dat was iets, ja, op zijn Brabants zou ze zeggen, dat was iets buitengewoons. Over enkele minuten zullen wij beginnen met een Eurovisie-uitzending vanuit de Koninklijke Schouwburg in Kopenhagen. Nou, om te beginnen, een televisie is bij mij heel laat in huis gekomen. Waarom deed je dat ook, zo'n ding halen? Omdat anders je kinderen eeuwig bij de buren zaten te kijken. Dus op een gegeven ogenblik hebben we zo'n ding. Ik denk dat ik hem van mijn vader heb gekregen. Dat kan best. En dat was ook erg leuk, die televisie. Want dan keek je met elkaar. En vraag maar aan mensen die nu 40 jaar zijn of 35 jaar. Ze weten allemaal ja, zuster, nee, zuster. Floris en de Blanche Four. Weet ik al die leuke dingen die er toen waren. Luxe was, dat heb ik nooit vergeten, dat bij ons opeens een televisie in huis stond. Dat was toen echt. En een koelkast. Dat vond ik zoiets geweldig. En een wasmachine. Ik heb mijn moeder jarenlang met een tobbe en een wasbord zien wassen. En toen was er opeens een wasmachine in huis. Dat zijn echt drie dingen. Koelkast, wasmachine en de televisie. Vooral de televisie. Jong lief, om uit te gaan heb ik geen tijd. Met wassen en met boenen ben ik uren kwijt. En als ik nu voortaan maar alles zo liet staan, hoe kreeg ik dan op tijd mijn hele huis gedaan? Ga jij alleen maar uit, ga maar naar buiten. Zolang het huis niet schoon is, kun je naar me fluiten. Meisje lief, toe luister nou eens één keer goed. Kost minder moeite als RS het voor je doet. Die slopt, die boent, die plast, die stof, die kookt, die wast. Zodat je tijd te over hebt voor wat je past. En met een Solex nog, om op te rijden. Maakt RS leven aangenamer voor ons bijen. Het kost minder moeite als RS het voor je doet. In die tijd hadden wij een hele felle concurrent. Dat was de Gruiter. Wij wilden niet naar het systeem van de Gruiter. Want ja, dan moest je toch je prijzen 10% verhogen. En toen zijn we dus gekomen op die zegels. En je moest het natuurlijk aantrekkelijk maken dat je iets met die zegels kon doen. En toen zijn we gekomen als eerste met een koelkast. De PMC-koelkast. En een koelkast was in die tijd iets alleen maar voor mensen met veel geld. Een koelkast kostte toen zeg maar 450 gulden. En dat was een hoop geld. En wij waren in staat een koelkast te kopen die we zouden kunnen verkopen voor 250 gulden. En dat is een enorm succes geworden. De fabrikant kon dat niet aanslepen. Ik geloof dat we de eerste week 60.000 koelkasten. Die waren er niet, maar die werden alvast besteld. Dat was klantenbinding, gewoon pure klantenbinding. Want als de mensen eenmaal zo'n half boekje vol hadden, dan gingen ze toch niet naar een andere winkel toe. Tenzij het daar stukken goedkoper was. Maar wond u zich daarover op? Natuurlijk, en het was feitelijk een oneerlijke concurrentie tegenover de andere winkels. Er kwam eens een keer bij ons een man en die had een prachtige grote auto met een sigaar. Die kwam binnen en die kwam vragen of je van die rollen contantzegeltjes wou kopen. Toen hebben wij meteen gezegd, ja, hij in een grote wagen rijden en met een dikke sigaar roken. En wij de klanten dwingen feitelijk om een zegeltje en van je winst af te gaan. Nee, daar zijn we nooit in getrapt in die dingen. Heb ik nog een hekel aan. Ik zal geen zegeltje sparen ergens van. We hadden andere dingen als mixers. Eigenlijk alle dingen die, ik zou zeggen, net even te hoog gegrepen waren voor de gemiddelde Nederlander. Dingen die je zeg, bij de welgestelde zou kunnen ontmoeten, maar niet bij de gemiddelde. En die waren ineens mogelijk. Automatische blikopeners, barbecues, tuinmeubelen. En je kon ze gek niet bedenken, op een gegeven moment was het er. En waarom bent u niet met uw man een grotere zaak begonnen?
Dat dosje niet. Wij waren, wij konden hier bijvoorbeeld die drie huizen kopen voor 20.000 gulden. Ja, misschien ging ik me in de schuld steken ergens voor. Daar heb ik een bloedhekel aan gehad. We hadden toen tegen iemand gezegd dat we dus de winkel wouden gaan verkopen. En die had toen Albert Heijn ingeschakeld. En er kwam dus plotseling iemand van langs. Maar hij was dus te klein. Toen hebben we hem later leeg verkocht. Met de walvisvaart gaat het slechter en slechter. De laatste vangjaren, die waren zo schaars dat wij wel eens 10 dagen lang met de hele vloot als een hark door de oceaan ploegden. Dan kunt u nagaan wat een afstand dat je aflegt, dat we geen vis zagen. De opbrengst was niet zo belangrijk meer, want er waren vervangende producten, voornamelijk sojaolie. En de prijs die we kregen voor de opbrengst, die daalde. Ging naar beneden. Want, die zakte, want we hadden natuurlijk dikwijls maar met 1 afnemer te maken. En dat gaf problemen. En gekoppeld aan het feit dat onmiskenbaar toch de walvisstand afnam. Daar konden we niet omheen. Ja. En die combinatie maakte eigenlijk dat het financieel niet meer rond te breien was. In 1964 wordt de Willem Barents uit de vaart genomen. Nieuwe producten worden geïntroduceerd. Nog niet alles is betaalbaar, maar de dromen liggen uitgestald. Voetbalvelden vol laatste snufjes. De huishoudbeurs als grote verleider. Het straatbeeld verandert. Nederland motoriseert. Van de fiets stappen we op de brommer en op de scooter. En in de auto natuurlijk. De binnensteden slibben dicht. Boodschappen doen we al lang niet meer bij de kruidenier om de hoek, maar in moderne winkelcentra. Het wordt een tijdverdrijf. Voor het gezin komen er opgeruimde buitenwijken. Gezelligheid achter beton. De een ziet het zo, de ander bekijkt het zo, een derde ziet het helemaal niet meer. Maar hoe je het ook bekijkt, als het over koffie gaat, dan, ja, dan zijn ze het allemaal roerend met elkaar eens. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. Ik denk dat we in de jaren 50 rekening hielden met ongeveer 1000 artikelen in die eerste zelfbedieningswinkels. En dat zijn er nu, denk ik, variërende van de in totaal assortiment 15.000. Je kunt toch maar 1 keer je huisartsgeld uitgeven. Dus ze konden aanbieden wat je wilde. Dan keek je toch op je knieën de winkel door naar de aanbieding die voor jou aantrekkelijk was. En zo leefde je toch. Wat heeft die welvaart u gebracht? Alles. Kast vol met kleren, kast vol met linnengoed en alle apparatuur. Hè? Ik weet nog goed dat je voor het eerst zo'n mixer kreeg. Nou, daar stond je toch van versteld. Want voor die tijd kneedde je een appeltaartje met je handen. Het even erin houden en het is gebeurd. Hè, dat waren ongekende luxe dingen. Nederland poetst zich op. We wanen ons rijk. Grotere huizen en grootmoeder de deur uit. We hoeven minder lang te werken. Niet langer met de Berini erop uit, maar met de touringcar of eigen auto. Luieren wordt een cultuur. De generatie van na de oorlog kiest zijn eigen weg. De industrie en de reclame ontdekken een nieuwe markt in de jongeren. We krijgen genoeg om weg te gooien. Onze welvaart heeft ook een stuk luiheid gebracht. Want als je geen Hollandse straatveger kan krijgen, dan moesten toen Italianen komen en voor op de boten te werken en voor het vuile werk erop te knappen. Wat ze nu nog doen, hè? Want iedereen die scheldt op een buitenlander en Jan Maat die profiteert ervan. Hè? En dat wordt vergeten. En dat grijpt u naar uw strot? Ja. Ja.
Ik heb niks te wensen. Ik heb zo'n rijk leven. Ik bedoel niet in geld. Nou, ook eigenlijk. Als ik kijk naar de televisie. Naar al die verschrikkelijke dingen die er gebeuren. Dat je mag leven in dit prachtige land. Waar het zo mooi is, zo geweldig is. Waar haast iedereen een boterham heeft. Ik bedoel niet verdiend, maar heeft. Als u nu terugkijkt in uw leven, wat is voor u dan een luxe periode geweest? Nu. Klinkt misschien heel gek. Mensen hebben over de arme kant van Nederland en over de AOW. Als ik soms hoor waar sommige mannen mee thuiskomen die de hele week in de fabriek moeten werken, dan denk ik, als AOW'er, het gaat ons nog goed. Misschien omdat we niet roken en omdat we het walletje bij het schuurtje laten. Maar ik heb zo'n gevoel van overvloed als ik wat aan te bieden heb. En als de kinderen komen met een rapport en je zegt, ah, wat een mooi rapport. En je kunt wat geven. Ja, dat is overvloed. En het gekke is, we houden niks over, maar we hebben zoveel.